Ik heb het niet zo goed als ik het feest.
Spaanse Successieoorlog. Het ging om de macht in heel de wereld en om de Spaanse troon. Supermacht Frankrijk erfde ineens die troon van Wereldrijk Spanje. Het Spaanse Rijk had de meeste kolonies van heel Europa. In heel wat Wereldrijk Spanje ging de zon nooit onder. Frankrijk werd daarmee de machtigste en rijkste ter wereld. Lodewijk XIV, de Franse koning, had veel vijanden. Al die vijanden sloten één verbond met één groot leger. Ze wilden niet dat Spanje zomaar bij Frankrijk werd gevoegd. Willem III begon. Hij was stadhouder van de Nederlanden en tegelijk ook nog eens koning van heel Engeland. Voorzitter.